om innovatief te zijn, moet je niet per se iets nieuws uitvinden. Je moet eigenlijk bestaande ideeën veranderen, met elkaar combineren of op een andere manier gaan bekijken. Wij als ontwerper moeten het gevoel achter een ontwerp kunnen voorspellen om dan eigenlijk die ruimte of dat object eigenlijk gepast te maken voor de gebruiker. Gewoon open-minded zijn, gewoon dingen doen, niet aan je bureau blijven zitten. Want alleen op het internet vind je niet genoeg om mee aan de slag te gaan. Dat is maar een visueel lijstje dat langskomt, maar je moet het zelf gaan ondernemen. Het is iets dat automatisch gebeurt, ontwerpen bij mij. Elke dag wandel ik rond en denk ik, oh, ik mis dit of ik mis dat, of dat zou toch anders moeten. Dat is een automatisch proces.